Ze verwachten nooit dat ik hieruit kan komen. Ik ga hem slaan. Smack hem op zijn... Nee, zijn teammaat ziet het, zijn teammaat! Maakt niet uit, maakt niet uit. Smack hem! Hier! Smack hem! Klootzak! Smack hem! Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe PlayerUnknown's Battlegrounds. Ik ben hier met Malino, je ziet hem vliegen. Hallo Malino, ik bedoel hallo Don. Hallo Malino. Hoe is het met je keelgaatje? Ja, ik heb een zakdoekje in mijn linkerneus gehad. Lekker. En ik heb keelpijn. En keelpijn. Dus ik klink heel anders misschien. Ja, hooikoorts hè, dat is fucked up. Ja, en allergisch voor jou hè, dat is fucked up. Ja. Dat is ook fucked up. Loet jij nou trouwens al met F of gewoon met tap? Vertap. Vertap, oké, want het is natuurlijk de inside joke dat als je met F loot dat het dan noob is of zoiets, maar ik weet niet. De laatste tijd doe ik het ook steeds meer. Ja, als ik gewoon één of twee dingen zie liggen, dan doe ik het gewoon met F. En anders doe ik het gewoon met tap, als het heel veel is wat ik zie liggen. Ja, precies, precies. Oké, ik heb een shotgun en een pistool, dus ik ga naar de volgende huisjes. Hey, hi. Jij ook hier, hi. Gezellig. Ja, ik heb een M16 A4, man. Oh, dat is chill. Heb je... Ik word wel geschoten. Oh. Heb je daar al een red dot voor? Nee. Ik heb wel een red dot voor je. Oh, chill, ja, ik word geschoten, man. Ja, noordwest komt dat vandaan. Ik drop de red dot. Ligt in de deuropening. Thank you. Then you are the man for long range. Then I be the man for close range. Doe naar die huis toe, daar staat de deur open. Welke huis? Hier voor ons in het 330 noordwesten. 330, oh ja, ik zie het. Ja, dat is goed. Let's go. En als we die kerel gewoon doden, hebben we zijn loot, hoeven we ook niet meer te looten. Precies. Hopelijk heeft hij dan een beetje een long range gun. En ik heb toch echt geen drol. Ik heb nog niet eens een backpack. Oh, hij zit hier achter het muurtje. Heb eens. Oh, wat? Zijn teammaatje is misschien nog in de buurt, hè? Let op. Hij zat letterlijk achter het muurtje waar ik ook gewoon zat. Ik zag was opeens een glimps. Was hij niet in één keer dood? Jawel, jawel, jawel. Ik had een lekker shotgun die kogel in zijn mik gestopt. Ja, zijn teammaat zou hier moeten zijn ergens. Alleen, ik zie ook niks. Clear! Schuurtje is ook clear. Misschien was zijn teammaat dan geen eens in de buurt. Dat zou ook kunnen. Oh, jouw. Auto? Oh, kom, auto, ja. Lekker. Lekker bezig. Misschien was dit zijn teammaatje wel. Ja, je schoot het wiel eraf. Ja, nee, maar bij mij glitchen die wielen. Ze ja, bij mij ook, ja. Flikkeren. Even kijken. Oh, ik kan die AK van die ene guy overnemen. Oké, okay, cirkel. Hoe zit het daarmee? Oh, we zitten mooi in de cirkel. Ja, ik heb er totaal geen rekening mee gehouden. Maar we hebben echt nog alle huisjes hier zo'n beetje in de omgeving die van ons zijn. Plus dat we een auto hebben. Ik heb trouwens nog kogels voor je. Voor de? Voor je M16. Oh, thanks. Dus ja, we kunnen, hoe heet het? Even rond gaan rijden voor meer loot. Of tenminste, nee. Ja, die achterband is echt inderdaad met kloten. Laten we maar gewoon verder looten. Ik heb trouwens nog geen helm, dus ik ben echt doodsbang dat ik even een kogeltje zou koppen. Ik heb ook geen helm, nee. Ja, we moeten echt even een helm voor jou gaan zoeken. Dus ik zou zeggen, we kunnen richting het zuidoosten. Er staan nog een paar huisjes langs de weg. Ah. Geef vooral je tactisch inzicht, want volgens mij heb jij meer potjes gewonnen dan ik. Weet ik niet, man. Oké, okay, hoeveel potjes heb je gewonnen? Ik heb er... Ik weet het niet eens. Twee, ja, vanaf, drie? Vanaf de close beta of vanaf gewoon dat de game uit is? Ja, gewoon sinds wanneer je bent gaan spelen. Oh, dan weet ik het echt niet, man. Gewoon 10 denk ik of zo met duo. En de squad ook iets van 6. En solo 1 keer maar. Oké, ja, dan heb je meer gewonnen dan ik. Ik heb 1 duo gewonnen en ik geloof 1 solo uit mijn hoofd. Ja, maar ik luister het liefst altijd gewoon naar andere mensen hun tactieken. Ja, zodat dus je zelf geen initiatief hoeft te nemen. Ja, nou, als jij gewoon lekker tactisch wil zijn, dan zeg ik, yeah, let's go. Ik word pas echt tactisch als het, zeg maar, die cirkel heel klein is. Dan word ik heel fanatiek. Ja, 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 ja. Ja, in deze midgame zit ik ook altijd een beetje van, ja, weet ik veel wat ik moet doen. Gewoon een beetje rondlopen en dan zie je iemand, dan schiet je hem. Ja, daarom wilde ik ook net naar die huis toe om die kerel te killen. Omdat ik, ja, vind ik gewoon leuk. Gewoon meteen, hup, erop. Ja.
Maar aan het eind van de game, dan lijkt het me niet handig om dat te doen. Nee. Even kijken, alle deurtjes zijn hier nog dicht, dus grote kans dat er niemand is. Gewoon air drop. Drop maar. Drop maar. Oh, jammer. Ik heb hier nog een helm voor je, by the way. Oh, hij dropt! Oh. In het westen, best vlakbij. Wil je een helm? Level 2? Coming. Dit huisje gewoon midden op het tapijt. Lekker. Even kijken, in het westen. Oh ja, ik zie het. Ja, we zouden ervoor kunnen gaan. We hebben allebei een keer 4. Ja. Dan check ik nog één huisje en dan moeten we die kant op. Redden we niet, we moeten meteen gaan. Anders redden we niet. Oké, dan gaan we nu. Oh, ik zie nog kogels voor je liggen. Ik neem het voor je mee. Ik leg achter je even die ammo neer. Thank you, bro. Ja, ik zie hem ook niet meer, inderdaad. Was het niet nog verder naar het westen? We zitten nu wel buiten de cirkel, by the way. Ja, maar hier is hij geland. Ergens. Ja. Fuck die cirkel, 3 minuten. Ja, daarom. Oh, daar. Ik zie hem. Westen 300 vanaf mijn positie. Oké. Vanaf jou denk ik noordwesten. Yep. Oh ja, ik zie hem ook. Geen persoon erbij. Moeten wel oppassen dat mensen... Ja, ik zie er iemand bij de boom. Ghillie suit, Tommy gun. Hij is neer. Dat betekent dat hij hem al geloot heeft. Er staat een Tommy gun in en een ghillie suit. Dus ja, niet veel boeiend, eerlijk gezegd. Je hebt hem al. Ja. Hij is niet alleen. Grote kans van niet, maar ik zag geen andere poppetje lopen. Dus ik zou zeggen, fuck it, we hebben geschoten, dus we kunnen weg. Waar zag je die dude dan? Ja, achter de... letterlijk bij de ene boom naast de kist. Dus rechts van de kist zat die. En die wil je niet gaan looten nu? Wat, die guy? Ja, kan wel, maar... een beetje gevaarlijk. Ah, fuck it, let's go for it. Ja, we hebben nog 1,5 minuut. Ja, maar toch dat mensen hierop afkomen en zo, weet je... Ik ben een beetje... bangig voor. Eens even kijken wat hij had. Die Tommy gun is echt kut, dus die... Oh, medkit, keer 8, backpack 3, worth. Ja, sowieso. Een 8 keer scope heeft hij. Ja. Ah, hier, lekker. Alleen geen sniper of wat dan ook. Ik kijk nog even snel in de kist. Dat zou ik dan weer niet doen. Nee. Worth. Ik heb weer 100 kogels voor je. Ja, maar heb ik niet meer nodig. Neem mijn kogels. Ik hoef je kogels niet meer. Nee, maar als ik een M16 vind of iets in die geest, dan... Oh, het ziet er vet uit, jongen, jij in je ghillie suit. Ik heb dat nog nooit gehad, die. Val ik op? Nee, totaal niet. Alleen het punt is dat hij een fucking shotgun op mijn rug, die valt wel een beetje op. Ja, wil je die wisselen? Nou ja... Dat ik mijn gun geef aan jou? Maakt niet echt uit, het is gewoon het feit dat er een gun op mijn rug zit. Hey, gezellig! Oh, lekker knus. Ja, dat is wel lekker knus hoor. In bevordert iemand een molotov hier naar binnen tieft. Ja. Dan verbrandt jouw ghillie suit wel lekker snel. Oeh. Zo, wat is je dag vandaag? Ja, wel oké. Niet veel klachten of wat dan ook. Dus gaat wel lekker. Hoe was jouw dag? Je moeder. Fucking hond. Geen idee, man. Gewoon kut, keelpijn en alles. Ja, dat is kut, ouwe. En... Oh, we zitten best dichtbij. Oh. Ja, laten we dat hoge punt pakken. Ja. Ja, laten we dat hoge punt pakken in het oosten... Of in het westen, sorry, van... Wat is dat? Zuidwesten, westen van Pachinki. Ja, ik zie het. Het is letterlijk voor ons. Oh ja. Oh, ik zie iemand. Pas op, noorden. Voor ons. Oh ja. Auw. Ja, ik heb hem, twee keer geraakt, ook links bij de boom. Ja, ik heb hem dood. Lekker. Die Drie achter kills. De steen is er nog. Ik gooi een heb grenade. Nee, hij is al dood. Sorry, hij ging al automatisch. Die had ik al knocked out met headshot. Oh, lekker. Ja, dat zie ik dan niet, dat hij in het algemeen knocked out is. Nee, dat zei ik al. Sorry! Maar jij was te druk aan het schieten. Ja, ik schiet die graag. Schoten vanuit het noordwest. Zie hem? Ik ben bijna neer.
Ik ga even achter de steen. Oh, nog iemand uit het noorden? Ja, ik hoor hem. Ik ben even bandage. Oké, ik ben weer goed. Ik ga even een beetje omlopen via het zuiden. Ja, eentje bij die steen en die ander zit nog steeds bij de boom. Oep. Dat is gooi granaat maar mis. Ja, de muur komt dichterbij, dus ze moeten deze kant een beetje opkomen. Alleen ik kan hem niet zien. Ja, ah, ik ben Gert. Van de zijkant. Tegen Noordoost. Ik ben down. Oh, fuck me. Noordoost. Op de weg. Achter je. Hij loopt bij de steen. Hij loopt hier bij mij. Links van me op de steen. Fuck me, ja. Ik zit opgesloten hier. Ik zat opgesloten. Dat was echt kut. Ah, we deden het best oké. Ik heb 2 kills, jij hebt 3 kills. Ja. Alleen, die positie was eigenlijk gewoon kut, want we zagen het veel te laat. Oké, tweede potje. Volgens mij zag ik 2 andere gasten hier ook landen. Ik zie ze ja, alleen wel nu wat meer. Nou, moet wel goed komen. Als we de fabriek hebben, dan hebben we, als het goed is, ook de loot. En dan hebben we... Dan hebben we alles. Voor alles de show met de mannen beginnen. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ook niet. Dus ik tref het wat dat betreft wel met de loot. Jij blijkbaar niet. Nope. Joepie, een gascan en een grudge. Oh, kut! Wat? Ik viel er vanaf. Oh, ik dacht je wordt beschoten of zo. Wat noem je dat? Dat kogel voor shotgun? Gudge of zo? Gudge? Gouch. Tenminste, gauge, zeggen ze ook wel eens. Ik weet niet, ik vind de loot hier best wel tegenvallen. Misschien ook omdat we niet alle plekjes hebben ontdekt, maar... Ja, ik zou niet weten waar ik moet looten hier. Ik ook niet. Ja, anders moeten we maar, weet ik veel, meer richting het oosten. We hebben nog 3 minuten de tijd. We moeten hun gewoon even killen, dan pakken we hun loot wel. Ja, alleen ja, waar zijn hun? Daar, gewoon noordwesten. Oh, een buggy, man. Doe die gewoon pakken meteen en dan gewoon gaan. Waar naartoe? Gewoon weg. Ja, is goed. Ik heb wel een idee. Oké, ja, rij jij dan maar. Of veel auto's hier, what the fuck? Nou, ja, kunnen daar van de banden lek schieten? Nah, hier komen ze niet. Maar ja, ik ga juist hierheen, omdat hier is niemand geland met parachute. Vliegtuigen nee, hier niet langs. Dus klopt, ja. Hier gewoon vrij om te looten. True dat, is gewoon true dat. Helemaal van ons voor in ieder geval nog 2 minuten ongeveer. Oké, nou, we'll take it. Ja, we hebben nog genoeg tijd om deze huisjes te checken, joh. We zitten echt op het randje van de... Wow, kom schoten! Kom eraan. Ah, net geraakt. Maar ik ben wel te goed, jong. Daar zit nog eentje in het westen. Ja, ik zie ze. Eén dude zit zuiden van jou. Achter het rode huis. Ja, dit is fucked up, pauw. Ik had ze... Wat? Hoe de fuck? Ze waren allebei naar jou toe gelopen en het was... Nou, nah, wat kut. Eentje zat bij mij, die andere zat bij het rode huis. Ah, oké. Oh god, kijk rechts van je. 3 man. Oh, fucking hell. Het wordt zo welk druk. Welk nemen we? Linksonder. Ja. Op het dak. Oh, kak, er landt ook iemand. Nee, ik land ernaast. No! No! Wat een drama dit. Mijn hele parachute is gebeukt. Ik land op de middelste. Ik kan mijn parachute niet uitklappen. Ik vlieg. Oké, ja, ik ben geland. Oh, shit. En je ik bent word ook gelijk geschoten, ja. Ja, ik zit in dat gebouw van waar je wordt beschoten. Fuck, dude. Die kerel blijft schieten. Ja, nee, maar op een gegeven moment moeten kogels toch een keer op zijn, zou je zeggen. Ik heb een idee, ik heb een smoker naast me, ik gooi die gewoon. Ja, perfect. Oké, ik heb een pistool en ik zit in zijn gebouw. Waarmee schoot hij jou? Weet ik niet, een zwaar wapen in ieder geval. Oh, fuck me. Oeh, ik heb een shotgun. Yo! Oh, je bent knocked out. Ja, wat was hij? Oké, fuck it, ik ga wraak nemen. Ja, hij heeft een S-686. Oké, die heb ik ook. Get him, boy! I'm going for it.
Ik heb er eentje knockdown. Die andere zit boven. C-rover Bob, wat een teringhond. Ja, hij is nu neer. Oké, okay, ik ga die andere ga ik ook proberen te nakken. Woep. De andere zit op het dak, denk je? Sowieso. Huh. What the fuck? Nee, ik zie hem niet. Ah, fucked up. I'm going to end my life. 360! Ah, ik leef nog. Nou, fuck it. Okay. Ik zie niemand. Nee, ik zie ook niemand. Ik denk dat dit een goede plek is. Ook niemand in die stad. Oh, ten westen bedoel je? Nee, ten noorden van ons. Oh, die ja. Ja, daar kunnen we ook nog naartoe als we even goed bepakt zijn. Oh, ik heb een AK. Nee, ik heb wel een shotgun en een AK dan. Oh, er ligt hier nog een M16, mocht je die willen. Ja, ik heb nog helemaal geen wapen, dus... Oké, volgens mij hebben we alles hier geloot. We kunnen wel ergens anders nu naartoe. Ja, laten we naar het noorden gaan, naar dat... Ja. Oh, schoten, oosten. Oost, zuidoost, een beetje 110. We lopen ook gewoon achter de schoten aan, hè? Pretty much. Niet echt bepaald het slimst, maar ik zet mijn keervier er trouwens even op. Want ik heb het gevoel dat het bij dat ene rode huis is, daar verderop. Deze deur hier staat open. Achter ons, vanuit het westen. Ja, laten we hierheen gaan. Ja, er ligt hier ook een kist van een persoon die is gestorven. Ja, hier ook. Doe de deur maar dicht. Ik ga naar de eerste verdieping. Holy shit. Er wordt veel gerateld. Auto, noorden. Oh, ik zie de persoon. Die er constant aan het schieten is. Alleen het is echt heel ver weg. Daar heb ik geen... Alhoewel, ik ga schieten, denk ik. Ik moet even het glas mappen. Ja, ik zie hem zitten. Going for the shot. Hij is knocked out. Lekker hoor. Zijn maatje is ook neer. 2 kills. Oh, lekker. There we got him, boys. We got him. 7 bullets, 2 men down. Lekker, man. Ja, dat zag van zo'n afstand. Gewoon oogjes gebruiken. Alleen ik ben nog steeds bang van die persoon die relatief in de buurt is. Nee, die is met de auto weggechased. Are you sure about that? Ja. Okay. Ik hoorde hem hier zo in het noorden weg crossen. Weer schoten? Ja, weer vanuit het oosten. Daar werd heel veel geschoten. Maar we kunnen hier op het dak zitten. Ook al staat... hoe heet het? Op het dak staat wel de deur open. In het gebouw waar je zit. Ja, weet ik. Oh, fucked up, maat. Naar het noordwest. Nee. Maar die mensen vanuit het oosten, die gaan dan eerder lopen. En die kunnen we dan onder vuur nemen. Ja. Nou ja, hoop je dat ze eerder gaan lopen. Hè? Je weet niet hoeveel ze hebben. Ik zag iemand bij het rode huis lopen. Ik zie het niet hoor, waar het vandaan komt. Ik hoor het wel vanaf de watertoren. Dat is 20. Daar wordt vandaan geschoten in ieder geval. Oh ja. De andere schoten waren denk ik hier van op die heuvels. Maar we moeten nu daarheen naar die heuvels. Yep. Oh, daar links iemand. Zuidwesten, 240, nu. Hij loopt over de, hij loopt in het open. Maar ouwe, hoe raak ik hem niet? Weet ik niet, maar wij moeten nu ook rennen, want anders dan komt die blauwe. Yep, ik kom eraan. Maar mijn longen zijn een beetje leeg. Oh, ik zie er een bij de steen rechts. Ja, ik ben knocked out door een SKS. Ik ga doodgeschoten worden. Ik weet niet vanaf waar. Ik waggel naar je toe. Ik wil je redden, ik wil je redden. Je 5. Ja, gaat niet lukken. Nee, daarvoor moet je op je knieën zitten. Ja, fucked up. Van het westen, geloof ik. Shit, first aid kit. Ga ik dat redden? Ik heb mijn blauwe spul. Oh nee, een blauw in je nek. Painkiller. Oh, dit gaat net aan. En dan zit er rechts, ook nog. Tering dichtbij. Painkiller. Echt een hoeren dichtbij zit er eentje. Kom op. Ja. Ik voel het, ik hoor het. Oké, okay, you good, okay, you good. Rennen. Reloaden. Waar? Ik zie hem niet. Ja, ik weet niet. Ik wil geen richting aangeven, want volgens mij klopt het niet in spectator mode. Bij die auto misschien? Ja, recht voor je, bij ja, de steen. Ja, ik zie het. 2 gasten. Nak hem. Ze verwachten nooit dat ik hieruit kan komen. Ik ga hem slaan.
Smack hem op zijn... Nee, zijn teammaat ziet het, zijn teammaat! Maakt niet uit, maakt niet uit. Smack hem! Hier! Smack hem! Klootzak! Smack hem! Rood! Hoezo ging je niet dood? Auw, ik weet het ook niet. Ik weet sloeg hem twee keer met een crowbar. Ja, fuck sake zo. Dat was tering droog. Crowbar bedoel ik, crowbar. Fuck it. Hey, fucked up. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van PlayerUnknown's Battlegrounds. Milan, bedankt voor het meedoen, ouwe. Yeah, man. Ja, was lachen. Druk op de knopjes naast mijn hoofd om twee andere video's te checken. Of het kanaal van Milan Knol. En dan zie ik je graag terug bij de volgende aflevering. Doei!